Crony beschikt over slechts 2 politieagenten. Volgens districtscommissaris Michael Winter worden er al gesprekken gevoerd met de ministeries van Defensie en Justitie en Politie. Er moeten spoedig meer manschappen ter beschikking worden gesteld van het district. En zodat Brada het daar ook te drappen, omdat die maar ook te ego om te ondersteunen. Want zo ligt feest hebben we de onderbezet. Ja, voor wat politie betreft, konden we naar een school toe. Eigenlijk de man de taparoko naar toe, maar noemen we de taparoko. Even waar maar hij uit, waar man verblijft voor dat in haar post. Begrijpt u? En dat hebben we ook duidelijk kenbaar gemaakt naar een korpsleiding. Dat hoe de onderbezet. Maar intussen weet ik niet of een goede contact naar meneer Dal. Zandien, zodat je vader ont- en bij ten ontijden, maar je podium assisteert ook toe als in het district. Dus dat is een podium. Het logeergebouw van Crony is sinds enkele maanden weer in de boezem van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De afgelopen 5 jaar werd het gebouw gebruikt door militairen. Er worden nu middelen gegenereerd om het pand op te knappen voor hergebruik. De overheid op Amonikande voor renoveren gewoon wat. Het zal wel in de miljoenen liggen. Dus daar moet je bezig naar een of twee oliemaatschappij. Zijn heeft de maar voor je voor kan renoveren logeergebouw bakken. Maar voor wat ik nu kan zeggen, een logeergebouw nog de moderne in aan voor defensie. In aan voor aero-coronie bakken.